Maar jij zei gelukkig al als piloot en als jonge piloot staat er veel op het spel. Dus jij gaat niet met de slok op... Nee, precies. Ja, je hebt wel je verantwoordelijkheid. En zodra we werken, dan is het over klaar. Moet je trouwens eigenlijk als piloot, als je achter het stuur gaat zitten, standaard een blaastest doen of zo? Niet standaard, maar het kan elk moment van de dag. Niet in de lucht natuurlijk. Maar je kunt altijd op de luchthaven worden aangesproken door de Marechaussee. Of ik dan in Duitsland. Ja. Door de Bundespolizei. Om een blaastest uit te voeren. Ja. En daar moet je aan meewerken. Daar moet je dan aan meewerken. Ja. Goed, jij moet natuurlijk heel veel testen doen, want als piloot en veiligheid, dat gaat hand in hand. Zeker. Maar tegenwoordig, even denken, 21 jaar en nu al beroepspiloot. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Alles doen zoals het gepland staat. Ja. Eigenlijk heel braaf. Basisschool afronden, middelbare school afronden en dan beginnen aan de vliegopleiding. Ik was 4 dagen klaar in april vorig jaar en toen kon ik beginnen. En dat is toch wel een beetje een wonder, want jij vliegt nu voor TUI. Ja. Maar heel veel mensen die ook best wel dure en intensieve opleiding hebben gevolgd, die krijgen vervolgens geen baan. Nee, klopt. Ja, het is precies zoals ik zei, een beetje... Het is tweedelig. Een beetje mazzel hebben, inderdaad. Ja. En alles goed doen. Als je goede resultaten haalt en je doet je best en inderdaad feestjes soms laat schieten, want je moet er best veel voor opofferen, dan... Het is nogal wat, hè? Want jij zegt, het was mijn droom als kleine jongen om te gaan vliegen. Nou, dat hebben wel meer mensen. Ja. Maar vervolgens moet je ook echt zeggen, ik ga een studie doen die ik zelf financier, want het is een particuliere opleiding. Ja. Dan krijg je geen studiefinanciering. Nee. Nou, dat krijgen heel veel mensen sowieso nu al niet meer. Nee, maar goed, dat klopt. Dat was in jouw tijd nog anders. Ja. Geen vervoer, dat soort dingen. Hoe bewust heb je er dan voor gekozen? Ja, gewoon nadenken. Dat moment komt wel dat je gaat nadenken van, wil ik dit nou echt of wil ik dit nou niet? Ouders die er natuurlijk ook bij zitten, denken van, hij gaat nu wel een risico aan. Maar uiteindelijk wel de knoop doorgaat dat ik zeg, dit wil ik. Want als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit weer. Ja, als ik nu een andere studie eerst ga doen, dan... Echt dromen najagen. Ja, eerst proberen. U bent lector op een hogeschool. Heeft u vaak zulke gedreven studenten in de schoolbanken? Gelukkig wel. Ja, gelukkig wel, mooi. U zou heel veel mensen beledigen als u zou zeggen van nee, hè, nu. Ja, precies. Maar dat vliegen zelf, want dan uiteindelijk dan doe je zo'n opleiding en dan mag je echt met zo'n enorme kist de lucht in. Nou ja, je begint natuurlijk tijdens de opleiding eerst met de kleine vliegtuigen. Je begint op 1 propeller en dan met 1 propeller. In Amerika was dat. Ja. Dat doe je 5 maanden. Dan ga je naar Nederland weer, in Eelde was dat. Dan vlieg je met 2 propellers. En zo bouw je het langzaam uit. Ja, en dan uiteindelijk leer je eerst vliegen op zo'n simulator. Je zit gewoon in een hok op pootjes in principe en dat ding beweegt. Dat lijkt het net echt. Maar de eerste keer echt in een echte Boeing 737, dat is... Dat is wel kicken. Ja, dan ben je dus net afgestudeerd, heb je net je papiertje op zak. En dan komt Toei daar en die zegt, hier zijn de sleutels van deze Boeing. Vlieg maar naar Tenerife. Ja, precies. Donderdag weer, Donderdag ga je daar weer naartoe. Ja. Moet je daar gaan. Heb je wel eens gehad dat mensen zeiden, ja, sorry, maar die knaap is zo jong. Ik stap niet in het vliegtuig. Je spreekt in principe de passagiers niet van tevoren. En ik heb dezelfde training gehad als de rest. Ik heb mijn papiertjes gehaald. Ik heb alleen de ervaring natuurlijk niet, logisch. Maar ik ben bevoegd om het te doen. Ik kan het ook. Ja. Dus de veiligheidsnormen en waarden. Ja, precies. Die zijn er wel. En ik heb mijn verantwoordelijkheid ook. En als mij iets niet bevalt, dan zeg ik het ook wel. En, Sterker, gisteren heb je bijvoorbeeld nog een medische keuring gehad. Ja. Hè? De jaarlijkse check. Ja. Wat wordt er dan allemaal gecontroleerd aan jouw lijf? Gisteren had ik een verlengingskeuring, dat ik dus mijn medical, zoals dat heet, weer een jaar door kan. Dan wordt er op dat moment alleen je bloed wordt geprikt, bloeddruk wordt gemeten, je wordt naar je hart geluisterd, urineonderzoek, een beetje die standaard, zo'n standaard keuring. Maar volgend jaar moet ik bijvoorbeeld weer een volledige keuring en dan wordt ook, alsof je bij een opticien zit, kijken door zo'n mooie verrekijker, zeg maar. Naar piepjes luisteren om te kijken of je gehoor nog goed is, dan word ik weer van top tot teen gescreend. Is dat nou je grootste angst, dat je zicht of dat je ogen minder worden? Nee, dat merk je zelf ook wel. Maar ik ga er zelf ook wel heel verantwoordelijk mee om. Want ik heb bijvoorbeeld, als ik naar feestjes ga, heb ik aangemeten oordopjes in. Ja. Zie je niet, zijn doorzichtig. Ja. Maar ik heb die oordopjes in als ik bij harde muziek sta, want daar hangt heel veel vanaf. Ja. En dan nog psychisch welzijn, want sinds Germanwings weet iedereen dat natuurlijk. Ja. Dat was een piloot die helaas een kist richting de Alpen stuurde, de berg in. Is dat veranderd sinds die tijd? Want jij deed toen die opleiding, lijkt me best heftig. Op dat moment was ik bijna klaar met mijn opleiding en toen gebeurde dat. En toen was de angst natuurlijk van, krijg je dit weer, volgende tegenslag, ik ben bijna klaar, straks natuurlijk geen baan. Ja. Vaak als je aangenomen wordt, dat is nu, komt dat bij verschillende maatschappijen erin, dat je nog een kleine psychologische keuring doet om te kijken of het echt wel oké is.
En de medische keuringen, zoals die arts mij gisteren ook vertelde, zijn tegenwoordig ook iets persoonlijker gericht. Hij ging gisteren met mij ook een gesprekje aan, gewoon heel persoonlijk. Maar dan probeert hij er een beetje doorheen te prikken en kijken of er dan toch iemand zit die niet helemaal, of dat hij misschien door moet verwijzen naar een psycholoog. Ja. En natuurlijk in de lucht, als wij naar de wc moeten, kunnen wij niet meer in ons eentje. Nee, maar dat was destijds anders, hè? Kunt u zich misschien ook nog wel herinneren? Ja. Want hoe was de situatie even voor de duidelijkheid? Vroeger was het zo, de stewardessen deden hun werk achterin. Wij deden ons werk voorin. We zitten altijd met ons tweeën. En dan zei de een tegen de ander, ik ga even naar de wc. Zegt de ander, oké, tot zo. Tegenwoordig moeten wij bellen en dan komt er een stewardess naar binnen toe. Ja. Die moet in principe de andere controleren of die niks doet wat... Ja, je kunt wel zien of hij naar beneden gaat. Ja, precies. En op het moment dat ik op de wc zit, zit er dus een stewardess voor in de cockpit. Ja, dus het is een en al veiligheids- en checks. Alles, ja, alles wordt ingedekt. Het lijkt natuurlijk een enorme droom. Heel veel mensen zeggen, als ik later groot ben, dan wil ik piloot worden. Ja. Is het ook wel saai dat je in de lucht zit en dat je denkt, nou, zijn we er nou nog niet? Ja, dat tuurlijk, heb ik altijd als ik in een vliegtuig zit. Tuurlijk, het is saai. Af en toe, als je bijvoorbeeld 5 uur lang moet vliegen uit Egypte terug, bijvoorbeeld, dan is het donker 's nachts. Ja. En wij mogen niet lezen onderweg, dus wij zitten daar. En nee, dat vind ik ook heel fijn dat jij dat niet mag onderweg. Dat klopt, maar dat is eigenlijk de veiligheid. Lezen. Ja, nee, daarom is het ook inderdaad, dat wij niet afgeleid raken. Ja. Wij horen de luchtverkeersleiding over de radio op onze koptelefoon en we hebben elkaar. En ja, in de lucht wordt er natuurlijk ook wel af en toe over koetjes en kalfjes gepraat. Ja. Maar ja, even een muziekje aan of zo? Nee, dat gaat niet. Nee, dat mag niet. Maar als je collega naast jou... niet jouw type is en elkaar geen raakvlak hebt met gesprekstof, dan kan die kunnen best lang duren. Ja. Maar nee, je gaat donderdag uitzicht. Dat klopt, dus het bureau met een mooiste uitzicht, dat klopt. Dat wel. En donderdag vlieg je dus naar Tenerife? Tenerife, en dan zaterdag naar Fuerteventura. En kijk, je komt overal. Ik kom overal. Lijkt me een prachtig beroep. Ja. Beetje jaloers? Oh. Ja, op zo'n moment wel. Ja, hè? Ja. Nou, winnen zijn is ook heel leuk, is ook toch? Echt een hele leuke school. Janneke, zou jij het willen doen? Vliegen? Ja, lijkt me eigenlijk best wel heel erg gaaf. Ja. Ik zou wel eens een keer in zo'n simulator willen zitten. Zat je met veel vrouwen in de klas? Nee, ik had er eentje. Eentje maar. Van de 18 waar we mee begonnen was eentje vrouw. Nou, werk aan de winkel voor ons, Janneke. Dank jullie wel.